We zijn vandaag bij Theater Hof 88 in het kader van het Nationaal Theaterweekend. Naast mij staat Joris Kemps. Meneer Kemps, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, we hebben vandaag een open huis in het kader van het Nationaal Theaterweekend. En dat betekent dat we vandaag rondleidingen gaan geven door het hele theater. Mensen die komen ook overal achter de schermen waar ze normaal nooit komen. We leggen uit een stukje geschiedenis van het theater, hoe het tot stand is gekomen. En wat er overal gebeurt en hoe het ook werkt om een voorstelling te kunnen brengen. Dus ze krijgen echt een kijkje in de keuken vandaag. Okay. En daarnaast is er voor kinderen, die kunnen gesminkt worden in de kleedkamers, achter de spiegels met de lampjes. We hebben een loterij en mensen krijgen een kopje koffie en thee. De bedoeling is dat het een hele leuke middag wordt. Dus voor elk wat wils, begrijp ik. Ja, ja, we hebben geprobeerd aan jong en oud te denken wat dat betreft. We hopen dat er veel belangstelling is vanmiddag. Hoeveel bezoekers verwacht u? Ja, we hebben geen idee, want het is voor het eerst dat wij een open huis organiseren. Er kunnen er 50 komen, maar er kunnen er ook 500 komen en alles wat ertussenin zit. Ik hoop natuurlijk een beetje het laatste, maar we hebben echt geen idee. Heeft u zelf een favoriet plekje waarvan u zegt, nou, hier zit ik doorgaans het liefst? Ja, dat is toch in de theaterzaal. Ik sta zelf altijd aan de deur om de kaartcontrole te doen bij de voorstelling. Dus dan zie ik alle mensen al binnenkomen en dan zie je de spanning en dat mensen er zin in hebben. En om dan zelf ook de voorstelling mee te maken en te kijken van nou, hoe reageert het publiek erop? Hoe gaat het met de artiest? We hebben ook vaak try-outs. Dus dan kun je na afloop een artiest ook feedback geven op hoe het gegaan is. Dus ik zit het liefst wat dat betreft in de zaal. Ik denk dat hier voor elk wat wils is om te verbazen, te ontroeren, te verrassen. Om gewoon heel veel plezier te hebben. De deuren staan wat dat betreft altijd open bij ons. Niet alleen vandaag? Nee, inderdaad. Altijd is iedereen welkom. De hele week en het hele jaar door.